zaterdag, als we wedstrijd hebben, dan heb ik mijn tas al van tevoren ingepakt. Dat doe ik altijd vrijdag. En dan pak ik alleen mijn brood nog even en dan stap ik in mijn tas en dan ga ik naar wedstrijd toe. De prijs gewonnen bij mijn beste sportploeg van Noorderveld was. En een beeldje gewonnen in de Waardensec. Ik maak dan eten klaar dan, tegen 5 uur ongeveer dan. En dan pak ik om 5:30 mijn spullen in dan. En tegen 5:45 stap ik de fiets dan en fiets ik richting zwembad. Het is een ontzettend gezellige sfeer. Het zijn hele leuke mensen die ook onderling heel veel contacten met elkaar hebben, ook nog naast het zwemmen. En ja, het is gewoon altijd heel gemoedelijk, gezellig. Heel veel mensen komen ook bij Vloot daar echt voor de gezelligheid ook zwemmen. Echt je recreatief baantje zwemmen. Vloot is hartstikke gezellig. We hebben altijd plezier met elkaar. Het is gewoon een gezellig clubje. Nou ja, Vloda, ja, is gewoon een fantastische club. Daarom ben ik er ook naartoe gegaan. Nou, Vloda heeft geen mindere leuke dingen. Nee, dat vind ik niet. Ik had eigenlijk niet door, want ik was aan het aantikken. En ik dacht, is het nou goed of niet? Ik keek naar de tijd en ik dacht, dat klopt niet. Maar het klopte wel. Maar we hadden dik gewonnen. Ja. Ja, sfeer, spanning, gezelligheid onderling, hoe de mensen met elkaar omgaan. Ja, het is eigenlijk gewoon één grote familie.